De vorige keer in Alone. Ja, nee, wacht. Ik wil dat je me helpt. Ik help jou toch ook? Die kerk is hier. Ik ga nu mijn dochter even zoeken als je het niet erg vindt. Wat? Nee, ik ben hier niet. Nee, Amma is weg, maar hij zegt zelf, die zat in de kerk. Nou, klinkt logisch. Informatiebalie misschien of zo. Oké, en rustig nadenken. Wow, holy crap. Wat de hel was dat? De deurbel. Staat iemand voor mijn deur? Als het maar niet die Remco is, die Peerco. Ik ga even kijken hier vanuit de keuken. Ik zie helemaal niks. Oké, kom op, man up. En... Oh, het is de buurman. Buurman! Ja? Oh, David, alsjeblieft, ik ben even naar binnen. Ja, ik ben rustig. Oh, je wilt niet weten, wat is er aan de hand? Iedereen is weg. Ja, dat weet ik. Mijn Anna is weg, iedereen is weg. Maar jij bent er, ik ben er. Ze zitten als het goed is allemaal bij de kerk. Dus daar ga ik zo kijken. Ik werd vanochtend, ik werd wakker. Ik dacht, ik ga wel even de post pakken. Ik liep naar buiten. En dat had ik dus ook. De straat en ik stresste hem helemaal. Buurman, rustig. Ik ga zo meteen lekker mijn Anna ophalen. Die staat nou bij de kerk. Ja, komt helemaal goed. Ik was net van plan die kant op te gaan. Ik wil ook naar de kerk toe gaan. Alleen, er zit wat in mijn garage daar. In de buurt. Er zit wat in je garage. Ik ging dus naar buiten om te kijken bij de buren of daar nog mensen waren. En er was dus niemand, dus dacht ik, die zullen vast wel naar de kerk zijn, ik kan me verslapen. Dus ik loop terug en ik schrok mijn doetje, dus ik begin gelijk hier aan de deur te bellen. En toen deed je open, dus sta ik hier. Buurman Willem, heb je weer gedronken? Nee, ik heb niks gedronken. David, dat weet jij, dat doe ik al heel lang niet meer. Misschien wel. En gisteren ook wel, maar nu niet. Ik ben nu heel nuchter. Maar jij zegt nu, er is wat in mijn huis, oh nee. Dat zeg je terwijl het donker begint te worden. Ja, ik kwam toch aanlopen met een fakkeltje. Ik dacht, ik weet het ook niet. Ik was hartstikke bang. En toen dacht ik, kom wel hier, dan kan ik misschien hier gaan liggen op de bank. Zo, je hebt altijd een hele lekkere bank. Niet dat ik vaak op jouw bank heb geslapen. Misschien omdat ik misschien een keer dronken was. Maar niet, Geef mij die fakkel maar. Ik ga wel even dat monster bekijken wat er onder je bed zit. Dan komt het helemaal goed. Nee, doe dat niet. Trouwens. Ja? Als ik dan toch in je huis ben, vind jij het goed als ik even dat wapen van jou pak wat jij als goede hebt liggen? Ja, tuurlijk. Die heb ik zelf ook nodig. Die mag ik zelf houden, maar ik voel me gewoon niet veilig nu. Oké, ik ga wel even kijken. Kom, blijf lekker gewoon hier. Dat komt helemaal goed, joh. Doe wel voorzichtig, David. Het is eng. En ik ben altijd bang. Altijd. Het enige wat mij opvalt is dat je lampen uitstaan. Ja, de elektriciteit is zomaar uitgevallen. Daar schrok ik ook heel erg van. En toen, ik ben zo bang. Oké, heb jij die gekke Beerco toevallig nog gezien? Nee, niet meer. Die heb ik. Nee, eigenlijk niet. Mooi, want die zat me gisteren achterna met een stok. Wat? Hoe zit dat nou weer? Goh, hij was boos of zo. Gekke man. Ik ga wel even kijken hier zo. Ja, is goed. Doe voorzichtig. Ja, komt goed. Het begint weer chill. Ik zag er wel wat bewegen trouwens. Wat is dat? Buurman! Ja? Heb je al lang last van kakkerlakken? Ik heb geen kakkerlakken! Ja, volgens mij wel! Helemaal, ik heb gisteren nog schoongemaakt! Moet je kijken, joh. En wat is dat geluid, buurman? Dat klinkt als een... Weet ik veel wat. Geluid? Ik hoor niks! Ik hoor grrrr! Nee, ik hoor alleen jou schreeuwen! God, oké. Ik ga naar binnen! Is gewoon... Succes! En we zijn binnen. En ik hoor het geluid weer. Oké, is het inderdaad overal kakkerlakken? Hier op die kist, dat moet er wel wat zijn, denk ik. Essence of the Undead, een medaillon en een zweep. Die zweep die neem ik mee, dat kan al handig zijn. Heel voorzichtig hier, want ik hoor wel iets. Ik weet niet wat het is, maar... Dat geluid dus. Oké, het komt niet hier vandaan, sowieso niet. Oké, waar heeft hij dat wapen Holy crap! Vooral kakkerlakken, ga weg. Teringbeesten, ga weg. Jezus, hé, de keuken gek. Wat heeft die vent gedaan? Dat is niet goed. En wat is dat voor geluid? Is dat een zieke hond of zo? Voor het kamer. Juist. Dit is dat ding. Dit is moeilijk. Oké, shit, hij heeft geen kogels. Are you kidding me? Ik kan wel inzoomen. Kakkelakken, joh. Okay. Kijk wat er is. Het zit voor mij in zijn garage of zo, denk ik. Overal kakkelakken, zie dit, joh. Holy fuck! Het is niet normaal gek. Hoe heeft
zo vet zoveel kakkelakken. Holy shit, wat is dat? Wat doet dat beest in zijn fucking garage? Is het friendly? Is het... Hallo? Hey. Hey. Hallo? Hey. Het beest doet helemaal niks. Oh, dat weet ik ook niet. Oh my god. Hij is een beetje verward, lijkt het of zo. Vliegt dat beest? Hoe komt hij in godsnaam in zijn garage? En wat zijn dit voor fucking kakkelakken overal? Oké, ik ga even uit. Goed, ik heb zijn wapen. Zo, dat is mooi. Nog kogels vinden. Dat beest, joh, what the hell? Oh, echt. Overal kakkelakken, niet normaal. Oh. Oké, Willem? Ja, hey. Ik ben in je huis geweest. Ja? Overal kakkelakken. Dat kan helemaal niet. Ik heb hem gisteren nog zo gemaakt. En er zit een of andere dinosaurus met vleugels of zo in je garage. Ja, maar die heb ik daar niet in gestopt. Nou, ik weet niet, misschien vannacht, maar die heb ik niet gedaan. Nou, hij moet toch echt door die deur gekomen zijn volgens mij hier. Ik weet het zelf ook niet. Ik werd gewoon wakker en alles was heel anders. Ik heb deze trouwens niet eens nodig gehad. Gelukkig. Heb je jouw geweer gevonden? Wat deed die zweep in jouw slaapkamer? Misschien een beetje gekke ding. Maar dat maakt niet uit. Oh, mag die terug? Ja. Oh, okay. En ik heb deze inderdaad, maar er zitten geen kogels bij. Nee, klopt. Die heeft de politie afgepakt. Omdat, ja, ik drink toch een beetje, dat weet jij. Maar ja, het spijt me heel erg. Heb jij ook, mijn medaillon meegenomen? Nee, waarom zou ik die godsnaam pakken? Dat is toch gewoon je huis? Mijn avondvierdaagse medaillon! Jij weet hoeveel ik ben op... Mijn avondvierdaagse! Nou, ik kon gewoon naar binnen, de kakkerlakker deden niks, dat beestje in de schuur zag er heel gevaarlijk uit, maar deed niks. Dat is het laatste wat ik nog heb voor mijn avond. Dan pak je hem gewoon. Ja, tuurlijk. Weet je dat, joh? Ik moet mijn avond weer naar ze, mijn benen, joh. Oké, ik hou vanaf hier alles in de gaten, komt goed. Oké, doe dat, alsjeblieft. Ja, ik heb alles met de zoom. Het beest doet helemaal niks, hoor. Denk ik. Willem? Willem? Willem! Wat? Willem! Oh god, ja, daar ga ik dus mooi niet in. Oh god. Ik stond bij dat beest, maar er gebeurde mij helemaal niks. En Willem die... Ja, ik ga nou niet naar binnen als je zag hoe snel die verslonden werd. Ik heb geen kogels in dit ding. Voor die Birko is het wel makkelijk als die hier nou tegenkomt. Is van, hey, blijf staan! Oké, ik ga even door de ramen kijken. Kijken of ik de buurman kan vinden. Ergens. Nou, dat beest leeft nog steeds. Die is ook behoorlijk pissig. Misschien kan ik naar de achterkant. Oh. Als ik erop kom. Hup. Ja, dat kan. Oké, kunnen ze achtertuin in? Willem? Fuck. Willem? Is je nou opgevreten door die beesten of niet? En waarom kan ik hier gewoon doorheen lopen? Wat is het? Oké. Mijn laatste drinken. En mijn laatste brood. Ik heb de sleutels van mijn winkel. Ik ga mooi naar mijn winkel toe. Ik ga naar mijn winkel toe. Met mijn wapen. Willem zoek ik een andere keer nog wel even op. Ik mocht hem toch... Oké, creepy as fuck. Oké. En in één keer is het nachtleven is hier hartstikke druk, schijnbaar. Let's go. Hoe kom ik hier? Kom ik daar? Hier, kippen. Wat is dat? Wat staat daar op de weg? Een geit, maar natuurlijk. Het lijkt alsof we mensen het gewoon verloren hebben hier in de stad. En dat de beestenboel het overneemt. Maar al die kakkerlakken. En... Wat de hel was dat voor beest? En waar is Willem? En waar is die Remco? Als ik hem zie, dan zeg ik gewoon, blijf op afstand, want ik schiet jouw kogel door je kop. Terwijl ik helemaal geen kogels heb, maar dat moet niet uitmaken. Het is vervelend dat ik hier bij mijn werk, want het is mijn winkel natuurlijk, geen kogels verkoop, maar in de stad volgens mij wel. Plan van de actie. We gaan eerst hier naar binnen. Dan gaan we daar naar de kerk. Daar is Anna, als het goed is met alle mensen, voor de informatie. Het begint ook al licht te worden, dat is mooi, want ik hou helemaal niet van die nacht.
eerst even wat eten zoeken. En dan kan ik Anna wat eten geven. En dan gaan we met z'n tweeën naar de stad toe. Dan gaan we kijken of we mijn ex-vrouw kunnen vinden. Haar moeder. En misschien ergens anders wat informatie kunnen vinden van de overheid of zo. Want er is geen politie te vinden. Helemaal niks. Oké, jongens, naar binnen. Maar wel voorzichtig zijn. Want straks zit hier ook zo'n beest in. En dat kunnen we niet hebben.